We lezen met elkaar uit het boek Prediker. We zijn intussen beland in het vierde hoofdstuk. De avonddiensten, de verdieping of leerdienst lezen we in deze periode uit het boek Prediker. En we lezen vanavond hoofdstuk 4. Daar komt heel veel voorbij in dat hoofdstuk. Dat ga ik niet allemaal behandelen. Ik heb er iets uitgelicht. Ook om te voorkomen dat ik niet in herhaling val. Want in Prediker, daar komen de dingen soms een en ander maal naar voren. Net als in het echte leven, waarin de dingen zich herhalen. Zo ook in de prediker die vooral om zich heen ziet vanuit datgene wat hij dan waarneemt, het nodige te zeggen heeft. We lezen wel het hele hoofdstuk. Opnieuw zag ik al de onderdrukking die er onder de zon plaatsvindt en zie de tranen van de onderdrukten. Ze hadden echter geen trooster. Aan de kant van hun onderdrukkers was macht. Zij daarentegen hadden geen trooster. Daarom prees ik de doden die al gestorven waren boven de levenden. Omdat die nog steeds in leven zijn. Beter af dan die beiden is die er nog nooit is geweest. Die niet gezien heeft het kwaad doen dat er onder de zon plaatsvindt. Verder zag ik van al het zwoegen en alle bekwaamheid bij het werk dat het iemand afgunst oplevert van zijn naaste. Ook dat is vluchtig en najagen van wind. De dwaas vouwt zijn handen samen en eet zijn eigen vlees. Een hand vol rust is beter dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind. Opnieuw zag ik iets vluchtigs onder de zon. En dit gedeelte, tot en met vers 12, is het vooral waar ik de vinger bij leg. Opnieuw zag ik iets vluchtigs onder de zon. Er is er één en geen tweede. Hij heeft ook geen kind of broer. En toch komt er geen einde aan al zijn zwoegen. Ook wordt zijn oog niet verzadigd van de rijkdom. En nooit is het, voor wie top ik mij af en laat ik mezelf het goede ontbreken. Ook dat is vluchtig en een treurige bezigheid. Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen. Want als ze vallen, helpt de een zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen. Ook als er twee bij elkaar liggen, hebben ze warmte. Maar hoe moet één alleen warm worden? En als iemand de één overweldigt, zullen die twee tegen hem stand houden. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken. En dan nog een stukje over hoe iemand toch aan de macht kan komen. Nou ja, daar hebben we van de week ook het nodige van gezien, hoe raar de dingen kunnen lopen. En dat staat hier ook al. Beter een arme, maar een wijze jonge man, dan een oude, maar dwaze koning, die van geen waarschuwing meer wil weten. Ja, iemand komt uit de gevangenis om koning te worden, terwijl iemand die in zijn koninkrijk is geboren, verarmt. Ik zag al de levenden onder de zon omgaan met die jonge man. De tweede die voor hem in de plaats kwam. Er komt geen einde aan al het volk, aan allen die er voor hen waren. Ook zullen zij, die later komen, zich niet over hem verblijden. Ja, ook dat is vluchtig. En najagen van wind. Met andere woorden, je klimt op vanuit het niks. Je krijgt een enorme aanhang. En uiteindelijk wordt ook jij vergeten. Zoiets, dat staat hier heel kort samengevat.
En dan kan het heel raar lopen. Degene die ervoor was geboren, voor in de wieg was gelegd, die wordt opzij geschoven. En iemand uit de gevangenis, die neemt zomaar je positie over. Nou ja, van de week natuurlijk een heel ander verhaal, maar het kan raar lopen, zegt de prediker. Let op uw voeten als u naar het huis van God gaat. Het is beter dat men naderbij komt om te luisteren dan om als dwazen een offer te geven. Want die weten niet dat zij kwaad doen. Tot zover. Wij gaan nu zingen met elkaar. Uit de bundel Opwekking. Daarvan nummer 378, daar zingen we nu 3 coupletten van en straks in antwoord op de prediking ook nog 2 coupletten. Het is een heel mooi lied, herinnert aan een woord van Luther, die zei dat we geroepen worden een Christus voor elkaar te zijn. En dat wordt hier uitgezongen. En daar gaat het uiteindelijk ook over. 2 zijn beter dan 1. Om in zijn naam voor elkaar te zijn wat God voor ons wil wezen. En dat drievoudig snoer wordt niet snel gebroken. We gaan ervan zingen. Nummer 378 uit de bundel Opwekking. In aansluiting op de verkondiging dus de versen 3 en 5 van hetzelfde lied. Gemeente van Christus, broeders en zusters. Alleen is maar alleen. 2 zijn dus beter dan 1. Zo betoogt de prediker hier. Op grond van wat hij waarneemt, om zich heen ziet. In de praktijk van het leven
blijkt keer op keer dat je samen sterker staat dan in je eentje. Je hebt ook meer plezier. Als je samen iets hebt gedaan, bereikt, heb je er samen de beloning van. En gaat er een onderuit, dan helpt de ander je soms weer overeind. Ben jij er even klaar mee, trekt de ander je weer mee. Zo hou je elkaar gaande, over en weer. Mooi is dat. En ja, in het oosten gebeurt het nog wel eens dat je niet in één dag op de plek van bestemming was. Het meeste ging per voet en dan moest je overnachten onderweg. En bij een heldere hemel kon het dan behoorlijk koud zijn. En dan is het goed om wat tegen elkaar aan te kruipen, je te warmen aan die ander. Je reisgenoot. Twee zijn beter dan één. Want alleen is maar alleen. Nou ja. Een wijsheid die voor het oprapen ligt, lijkt mij. We herkennen het allemaal, toch? Een over en weer met iemand anders is toch te verkiezen boven het isolement. Dat je het in je eentje uit moet zoeken en zo. Al heb je van de Bijbel heel geen weet, dan nog is het zo herkenbaar als wat. Tuurlijk. Soms kan het even prima zijn, even alleen met jezelf, maar voortdurend, altijd, alleen, eenzaamheid, nee, daar wordt niemand vrolijk van. Terecht wordt dat in onze samenleving ook onderkend als een probleem, eenzaamheid. Er wordt aan geleden door ouderen, maar niet alleen door hem. In toenemende mate ook door jongeren. Je staat er in je eentje voor. Jij moet je eigen keuzes maken. De zuilen die een zekere beschutting gaven en bescherming, natuurlijk ook. Ja, zaten er andere kanten aan, opgeslotenheid, gebondenheid, maar toch, de zuilen zijn weg. En jij moet uiteindelijk zelf kiezen, je weg zoeken. Het is je eigen verantwoordelijkheid, waar je uiteindelijk natuurlijk dan ook weer op wordt afgerekend. Het is mooi, vrij, maar ook lastig. Het maakt ook alleen. Toch? De prediker heeft dus wel een punt te pakken. Alleen is maar alleen. Twee is beter dan één. Waar komt dat vandaan dat wij het zo beleven? Nou, al refereert prediker niet gelijk aan wat God bij de schepping zei. En gaat het hier ook niet om die specifieke relatie tussen man en vrouw? Daar zit natuurlijk wel de oorsprong van dat verlangen. Dat we er niet voor gemaakt zijn om alleen te zijn. In ons eentje. Lichamelijk niet. Geestelijk niet. God schiep de mens, zo staat geschreven in Genesis 1. En hoe schiep hij de mens? Mannelijk en vrouwelijk.
En in Genesis 2 staat het onomwonden geschreven. Die twee zullen één zijn. Op elkaar aangewezen. Dat zijn we vanaf het begin. God zag en zei, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik maak voor hem een hulp, een tegenover. Eén met wie die het leven kan delen. Gemaakt dus om tweezaam te zijn, om het zomaar te zeggen. Niet eenzaam, maar tweezaam. Meer nog. Driezaam. Geschapen vanaf te beginnen om in relatie te leven met onze schepper. Als een kind met zijn vader. Als een vrouw met haar man. Zo. Zo hecht. Zo stond het God voor ogen. En daarbij gegeven aan elkaar. En deze drie zullen één zijn. Eén in liefde. Het gebod, het sluit daar onmiddellijk op aan. Gij zult de Heer uw God lief hebben boven alles en uw naaste, uw allernaaste om te beginnen. Als jezelf. En zo zijn wij geschapen naar het beeld van God. De drie enige, Vader, Zoon en Geest. Deze drie zijn één. Zo zal het ook zijn bij ons. God, de naaste en ikzelf. Samen één in liefde. Hij bovenal en onderling een over en weer. En samen alles hebben met die ene. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar in ieder geval, het komt echt niet uit de lucht vallen hoor. Dat we het in ons eentje niet redden. Twee beter zijn dan één. Uiteindelijk drie het allerbeste is. Dat hoeft verder ook geen betoog. Ik bedoel, ik hoef dat niet met een heleboel kunst en vliegwerk te bewijzen. Je ziet het om je heen. Wie verlangt er niet naar een mens door wie die wordt begrepen, gezien, gehoord, geliefd, bemind? Hoe goed doet dat? Zo'n beetje het beste wat je in dit leven kan overkomen, toch? Dat is natuurlijk niet voor niks. We zijn er blijkbaar voor gemaakt. Voor die ene ander. En voor nog een heleboel anderen om ons heen. Ervoor gemaakt om er te zijn voor de ander en te leven van de ander. Gemaakt om te leven in relatie. We hebben niet voor niks twee armen, om het zo maar eens te zeggen. En ogen om te zien en oren om te horen en een mond om te praten. Stel je voor, in je eentje, dan ben je toch onthand. Hoe moet je dan zien, horen, praten? We zijn er helemaal op gemaakt om samen te zijn. Ons eigen lijf, ons eigen lichaam is het levende bewijs. Iemand die soms heel erg alleen is, die kan het ervaren. Ik hoor mijn eigen stem niet meer. Ja, of ik moet in mezelf gaan zitten praten. Maar ja,
Dat is een vrij eenzaam gebeuren, toch? En waar heb je je oren eigenlijk nog voor? Als er niemand is om naar te horen. Zie je? Gemaakt om samen te zijn. Alleen is maar alleen. Twee zijn beter dan één. En zelfs al ben je zo teleurgesteld in mensen om je heen, dan nog, dan blijft het verlangen. En soms door alle cynische woorden heen is er het heimwee om thuis te komen. Bij de een of bij de ander. En dat niet alleen. Ook nog dat andere. Die derde waar ik het over had. Of die eerste. Beter gezegd, God. Al is die buiten beeld geraakt. Daarmee is het verlangen niet ineens opgelost. De leegte die hij achterlaat. Mensen vullen hem eindeloos. Want een mens moet toch voor iets leven. Iets wat groter is dan hijzelf. Want ergens weten we het wel. Ik ben maar klein. Al doen we ons soms heel groot en stoer voor. Iets dat groter is dan jezelf. Hoe dan ook. En wat dan ook. Waar je voor kunt gaan. Dat. Het is een aftreksel van God. In de Bijbel heet dat een afgod. Het doet zich voor op allerlei manieren. In allerlei vormen van religie. En spiritualiteit. Want een mens helemaal alleen met zichzelf en verder niks, dat is wel heel plat en leeg, armzalig, toch? Het kunnen natuurlijk ook seculiere goden zijn, die intussen zo religieus worden geladen. Je leeft ervoor, je gaat ervoor, je werk, een sport, een weet ik niet wat het wezen kan. Maar in ieder geval, het wordt je God. Je een en al. Daar waar jij alles aan geeft. Alles voor wijken moet. Wat nummer één is. Je wordt er soms onbewonderd. En af en toe onverguisd. Bedriegzaam is de mens. Onontkoombaar. En daarom een mens alleen? Nee. Dat is niet iets om vrolijk van te worden. Dat weet iedereen. Wie wordt er nou jaloers op die manier die hier wordt beschreven in vers 8. Er is er één en geen tweede. Betekent, er is iemand moederziel alleen. Hij heeft geen kind of broer. Wij zeggen vandaag geen kind of kraai. Ja, en waar houdt hij zich mee bezig? Nou, met zwoegen. Eindeloos. Dat is zijn leven geworden, zijn werk. Ja, wat moet je anders? Nou, en het lukt hem ook nog. Succes heeft hij. Maar op de een of andere manier, met dat hij erop gaat, gaat hij er ook in onder. Een workaholic. Ja, wat heeft hij verder te doen? Niks en niemand om handen. En op de een of andere manier is het dan nooit genoeg, terwijl het nergens op slaat. Want ervan genieten, dat kan hij niet. Het delen met anderen, die anderen die ontbreken. Een treurige bezigheid, zegt Prediker. Ja, dat is het. Drama, treurnis. Dat is toch geen leven? Al ben je succesvol. In je eentje rijk zitten wezen. Successen zitten behalen. En zorgen overwinnen. Treurige bezigheid. Niemand
die daar vrolijk van wordt. Jaloers op is. Toch? Je zou het een armzalige versie van het leven kunnen noemen. Maar iedereen voelt, beseft, zo kan het niet zijn bedoeld. Al woon je dan in het mooiste huis en al heb je de prachtigste zaak, want alleen is maar alleen. En alle rijkdom en succes bij elkaar verhult dat niet. Blijft toch een kou en naakt bestaan. Daarom, twee zijn beter dan één. En dan, ja, dan worden er gewoon een paar concrete voorbeelden genoemd. Ik heb ze net al in het begin aangehaald. Dat je er samen plezier aan hebt. En als je samen ergens doorheen moet en ploetert, dan hou je elkaar erbij. En je helpt elkaar vooruit. En trekt elkaar erin mee. Je stimuleert over en weer. En je warmt je aan elkaar. Geeft elkaar de nodige hulp en moed en kracht. Mooi is dat. Alle reden dus. Alle reden. Om in je werk, in je bezigheid, waar dan ook en hoe dan ook, te gaan voor collegialiteit. Echt, dat zegt de prediker. Daar heb je wat aan. Daar ben je trouwens ook voor gemaakt. Niet om het allemaal in je eentje te doen, maar om het samen te doen. Dat was de bedoeling van God. Het is niet goed dat de mens alleen zijn weg gaat. Ik maak hem een hulp, een tegenover. Tuurlijk, heel specifiek, die man, die vrouw, gegeven aan elkaar. Maar die niet alleen. Je bent niet samen alleen op de wereld. Er zijn er nog heel veel om je heen, gelukkig maar. Ook gegeven. Hulp, tegenover. Maak er gebruik van. Haal er je voordeel uit. Doe er je winst mee. Is reden voor. Juist voor een christen zou ik zeggen, om collegiaal te zijn, te werken aan teamgeest. Niet te denken dat jij alles in je eentje moet doen, maar te beseffen, je doet het samen, met elkaar. Reden ook om energie te steken in goede contacten, dat is geen verloren tijd. Stel je voor, een mens, man of vrouw, die alleen maar bezig is met te werken, uren te maken, overuren, en niet meer toekomt aan een ander. Wat je ook bereikt, intussen verlies je een heleboel. Treurigheid, zegt de prediker. Dat is het. Het is reden om ook gewoon tijd in te ruimen, om contacten te leggen, te onderhouden. En mens te wezen, samen met de ander. Zo heeft God het bedoeld. Zonde, zonde, als je daartegen zondigt, heb je jezelf mee. En de ander, ja, wat heeft die eigenlijk nog aan jou? Nuchtere, klare taal lijkt mij. Maar zo krijgt het geloof in het leven van elke dag handen en voeten, toch? Het heeft met al deze dingen te maken. Mooi is dat. Die prediker die helpt ons. Niet te gaan zweven, maar met beide voeten op de grond invulling te geven aan het leven. Het leven zoals God het voor ogen staat. En daar horen die hele gewone prozaïsche dingen bij. Dat je collegiaal bent, contact onderhoudt en vriendschappen legt. Jezus was er niet te vroom voor. Als er één zich onder de mensen heeft bewogen en begeven, dan hij, toch? Zich ingezet voor anderen, tot en met. Vanuit de relatie die hij had met zijn God en Vader. Hij was driezaam.
Alleen, hij stond alleen. Maar intussen niet eenzaam. Driezaam. Elke dag alles met zijn vader en alles met ons. Hij zocht de mensen op ze van dienst te zijn. Hij wachtte niet af, hij gaf zichzelf eraan. Dat is ook een kant van Jezus. Het hoort dus bij de navolging om zo te leven. Dit is er ook een onderdeel van. Mooi is dat. De prediker houdt ons heel dicht bij het gewone leven, het leven van elke dag. Mooie man, die prediker, vind je niet? En daarbij vriendschappen. Ja, als er één ook daar aandacht aan heeft besteed, dan Jezus, hechte vriendschap. Met die 12. Nee, dat kon niet met iedereen. Je kunt niet met de hele wereld goede vrienden zijn. Dat gaat niet. Dat hoeft ook niet. 12 is al een heleboel. 12 goede vrienden. Met wie je alles deelt. Met voor wie je er helemaal bent. Die 12, weet je wel. Als hij 3,5 jaar met ze opgetrokken is, dan zegt hij: ik noem u voortaan vrienden. Want ik heb voor u geen geheimen. U mag alles weten. Jezus. Al was hij alleen. Ik zeg het nog maar een keer. Eenzaam was hij niet. Hij leefde driezaam. Met God. En met de mensen. 12 intieme vrienden. Voor wie hij geen geheimen had. Met wie hij alles deelde. En zo was hij de mens, naar Gods beeld, naar Gods gelijkenis, de man naar Gods hart. Het was voor mij ook even wennen toen dit allemaal tot me doordrong, want daar hebben we het niet zo vaak over in de kerk. Goed dat we zo'n prediker hebben, even wat andere dominee dan Paulus bijvoorbeeld. Goed voor de afwisseling en om de dingen in evenwicht te houden. Nou, is al heel wat gezegd. Toch nog wat erbij. Al doelt de prediker er niet direct op, ik bedoel op de relatie in een huwelijk. Je zou kunnen zeggen, ergens ligt het er natuurlijk wel in opgesloten, toch? Als het ergens geldt, dan in een huwelijk. 2 beter dan 1. Dat je er samen voor gaat. Samen geniet van wat je bereikt. Als de een valt, de ander je overeind helpt. En je warmt over en weer, terwijl je bij elkaar ligt. En dreigt er gevaar, dan sta je samen sterk. En daarbij dan God. Als de bron van alle goed, die je bij elkaar bracht en elkaar verbond. En zegenend zijn handen boven je hoofd houdt, erbij wil zijn in die liefde van die 2. Met zijn liefde en trouw, een drievoudig snoer. Een drievoudig koord, 3 strengen die met elkaar worden vervlochten. Mooi is dat, het kan niet snel worden gebroken. Ja, mooi gezegd. Maar intussen zit hier ook voor menigeen de pijn. Toch? En daar wil ik vanavond niet zomaar overheen lopen. Want wat kan het zeer doen als hier staat,
Alleen is maar alleen, twee zijn beter dan één. Het kan raken aan een hele gevoelige plek, aan een diep en onvervuld verlangen. Zo'n gedeelte wat we lezen kan je zelfs het gevoel geven dat je een beetje wordt weggezet op 0-1 achterstand. Dat heb ik niet. Tweezaam. Ik ben alleen. Al zou ik dolgraag anders willen. Maar die ander, die is er niet. Nooit gevonden. Of misschien je ontvallen. Of ja, je leek alles te hebben, maar ineens liep het leeg en brak het stuk. Pijn genoeg, pijn te over. En in het licht van alles wat er is gezegd, is het niet raar dat je daaraan lijdt. Want inderdaad, je bent er niet voor gemaakt. Voor dat alleen zijn. Dus het is niet overdreven als je daar af en toe om huilt. En laat er alsjeblieft ook onderling naar elkaar toe oog voor hebben. Elkaar in dat opzicht niet alleen laten. Het is al alleen genoeg. Toch? Vraag naar elkaar. Denk niet, nou ja, die ander alleen, dat je er niet eens meer over nadenkt. Of denkt, ja, dat is zo'n pijnlijk onderwerp, daar begin ik maar niet over. Dat doen wij nog alles, hè. En soms kan dat heel goed zijn, hoor. Maar niet altijd. Om pijnlijke onderwerpen te omzeilen. Ja, daar begin ik maar niet over, want dat is zo gevoelig. Juist daarom weet je wel hoe ontzettend alleen je kunt worden als niemand meer vraagt naar je pijn. Ga er maar eens even voor zitten en geef de ander de ruimte. Waarom niet? Zijn we daartoe niet geroepen als broeders, zusters? Toch niet om langs elkaars pijn heen te leven of eroverheen te praten? Of het dood te zwijgen, maar gewoon bij elkaar aan tafel. Zeg, hoe gaat het nou met jou? Is nog een beetje te harde. Die pijn van dat alleen zijn. Zoiets. Denk er maar eens over na. Of er in jouw omgeving iemand is voor wie jij even die tweede kan zijn. Twee zijn beter dan één. En denk niet alleen dat God dat maar moet oplossen. Ik bid voor je, ja, dat is mooi gezegd. Maar dat schiet niet altijd op. Ga er ook maar eens voor zitten. Misschien dat God jouw gebed wel via jouzelf wil verhoren en erbij wil komen. Dan worden het toch zomaar drie. Als hij erbij is, erin is. Oh ja, dan ook nog even dit. Ik had het al over Jezus, maar juist in dit verband. Misschien, ja, kan dat bemoedigen. Een beetje troosten. Als je alleen in het leven staat. Hij was een alleenstaande, alleengaande. En weet dat hij dus ook die gebrokenheid, want dat is het, onaf, niet meer zoals het ooit was, er ontbreekt echt wat aan, hoe je leven ook is gevuld, ik bedoel dat ook helemaal niet zielig, maar gewoon realistisch, er ontbreekt wat aan en wie het beleeft kan het veel beter zeggen dan dat ik het kan uitleggen. Maar
In die gebrokenheid is Jezus. Dat kan ik je wel zeggen. Ook daar is hij doorheen gegaan. Tuurlijk, op een hele eigen, unieke manier, maar toch. Hij kent het. Het alleen zijn. De pijn daarvan. Het verlangen ook, want hij was een mens als wij. En hij was een gewone man. Ik ga er niet over uitweiden. Maar ik kan het niet anders uitleggen dan dat hij ook alle verlangen had naar die ene ander. Met alle intimiteit die daarbij hoort. Verzocht als wij, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Als je dat niet hebt, wat zit er dan een verzoek in? Toch? Ik voel me nu een beetje stuntelig. Want ik kom er net niet helemaal in natuurlijk. Hoe dat hem is vergaan, Jezus. En ik wil er niet op een banale manier over praten. Maar één ding kan ik je zeggen. Hij kent de pijn, het verlangen, de verzoeking. En daarom heeft hij medelijden met ons. In onze zwakheden. Daar waar wij onderuit gaan. En komt ons te hulp. Veroordeelt ons niet, maar vangt ons op. Laat ons niet alleen, maar zegt, laat mij je oudste broeder wezen. Jouw broer, je grote broer. En wat er ook aan schort en bij jou aan tekort schiet, dat los ik op. Dat is allemaal voor mij. Dat is al opgelost. En met hem aan je rechterhand, daar kun je voor je gevoel onderuit gaan, maar je zult niet wankelen, zegt de Bijbel. Hij vangt je op en desnoods raapt hij je op. Twee, beter dan één. Als het voor hem geldt, als het voor één geldt, dan sowieso voor hem. Nee, niet als een dooddoener, maar als een levende werkelijkheid. En weet je wat zo mooi is? Als alleengaande werd hij een zegen van je welste. Met andere woorden, je leven hoeft beslist niet onvruchtbaar te zijn. Verbonden met hem, zal het een zegen wezen. Hij staat er zelf voor in. Want wie blijft in mij, die kan erop rekenen. Ik blijf in hem, in haar. En jij zult vrucht dragen. Hoe dan ook. Waar dan ook. Veel vrucht. Amen.